Hallo, welkom. Ik ben Danielle en we gaan het in deze video hebben over alweer het laatste hoofdstuk van de Cisco Routing and Switching module Introduction to Networks. Hoofdstuk 11, Build a Small Network. En ik heb een beetje het gevoel dat bij dit hoofdstuk dat ze nog wat stof over hadden en dat eigenlijk allemaal in dit laatste hoofdstuk gegooid hebben. Dus er komen heel veel nieuwe dingen wel aan bod, maar ook gewoon de troubleshooting dingen. Dus de onderdelen die je in de eerdere hoofdstukken geleerd hebt, daar gaan we nu ook even naar troubleshooten, van hoe gebruik je dat nou precies. Daarnaast gaan we kijken hoe we een klein netwerk op kunnen zetten en wat er voor nodig is. Stukje network security, minimaal, we gaan er niet heel erg diep op in. De basic network performance, dus hoe draait je het netwerk en hoe kan je ook zorgen dat het zo blijft. En wat ik net ook al zei, network troubleshooting. We beginnen met network design. De meeste kleine netwerken hebben eigenlijk alleen maar een router met een internetverbinding, zoals DSL, kabel. En vervolgens gaat er een Ethernetverbinding naar hun interne netwerk. Dus dat betekent dat je hier dus een local area netwerk hebt en al deze gebruikers gaan via een router naar het internet. En ze zeggen hier: een klein netwerkbeheer is eigenlijk wel gelijk aan het beheren van een groot netwerk. Um, we moeten hoe dan ook onderhoud plegen en troubleshooten, en um, devices ook beveiligen. Natuurlijk is dat iets minder dan in een groot netwerk. Maar in principe zijn de handelingen hetzelfde. Voordat we een klein netwerk gaan opbouwen, moeten we even aan een aantal dingen denken. Waaronder natuurlijk de kosten. Hoeveel geld gaan we uitgeven om switches en routers te bestellen? Um, hoeveel te duurder de switches en routers, Hoeveel meer je misschien ook mee kan. Maar misschien is het helemaal niet nodig. Uh, we moeten even goed nadenken over de speed types en ports. Hoeveel poorten willen we hebben en wat is de snelheid daarvan? Uh, want dat heeft te maken met het verkeer dat over het netwerk gaat. Uh, de expandability. Willen we gaan uitbreiden? Hè? Gaan we modulaire switches kopen waarbij we dingen nog kunnen inpluggen Of gaan we gewoon kant-en-klare switches kopen? En operating system features. Ja, wat, wat voor features willen we allemaal in het netwerk? Bijvoorbeeld Quality of Service, VoIP, Layer 3 switching, NAT, DSP enzovoort. Dat dus zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. Een ander ding is dat we goed na moeten denken over IP-adressen. Met IPv6 hebben we daar iets minder last van, omdat er gewoon zoveel IPv6-adressen zijn. Maar met IPv4 moeten we wel even goed nadenken, want... Hoeveel devices verwachten we uiteindelijk in het netwerk te hebben? Als je bijvoorbeeld een slash 24, een, een IP-adres met een prefix van 24, hebt, kun je dus maximaal 254 hosts in je netwerk hebben. Ga je uitbreiden, ja, dan moet je daar wel over nadenken dat je dan niet meer in die range kan gaan zitten. Dus we moeten eigenlijk een, een voorspelling maken van hoeveel devices hebben we nu en hoeveel devices willen we in de toekomst hebben. En dan hebben we het over end devices voor gebruikers. Maar ook servers, hosts die bereikbaar zijn vanuit het internet en de intermediary devices. Hou dat goed bij in een document. En ik noem bewust hou het goed bij. Want je maakt een schema, maar hou dat op een gegeven moment ook bij als je dingen gaat veranderen. Dat scheelt jou weer. Dan een ding waar we over na moeten denken is redundancy. Het is natuurlijk het mooist om alles redundant te hebben. He, dat we bijvoorbeeld als één device uitvalt... dat we via andere devices nog weer kunnen werken. Maar dat vraagt we bijvoorbeeld wel een mesh-opstelling. En een mesh-opstelling kan vrij expensive zijn, vrij duur zijn. Twee routers al in het netwerk, twee switches, drie servers. Ja, daar moeten we goed over nadenken van... wat, wat is nou het probleem als er wat uitvalt? Is het een groot probleem? Heeft het een grote impact op het bedrijf... of heeft het een wat kleinere impact op een bedrijf? Dan de traffic management in een klein bedrijf... Over het algemeen als je daar prioriteiten in gaat aanbrengen dan hebben voice en video best wel een hoge prioriteit uh, met name de streaming dus en dan smtp iets minder prioriteit instant messaging en ftp gaan wat omlaag uh, dat komt omdat voice en video real-time traffic zijn en dat heb je dus heel snel door als dat niet goed gaat maar ook dit heeft weer te maken met wat voor type bedrijf je te maken hebt uh, wat voor verkeer gaat daar over het netwerk we kennen twee verschillende soorten softwareprogramma's of processen uh, die access geven tot het netwerk. Dus we hebben het hier echt over programma's die toegang geven tot het netwerk. hebben we network applications en dat zijn eigenlijk de softwareprogramma's die gebruikt worden om te communiceren over het netwerk. En we hebben de Application Layer Services, en dat zijn programma's die de Application Layer Services nodig hebben om de, die network resource uiteindelijk te gebruiken. Dus de file transfer of network printer pooling. Elke applicatie of netwerkserver gebruikt protocolen, zoals we al in de eerdere hoofdstukken gezien hebben. En daar zitten weer een aantal standaarden achter. Some of the common protocols zijn uh, bijvoorbeeld DNS, DHCP. DNS zorgt voor de uh, naam naar IP-adres en andersom. DHCP zorgt ervoor dat IP-adressen uitgedeeld worden. Elke protocol heeft zijn eigen karaktereigenschappen, maar elk protocol omschrijft wel een aantal onderdelen en die zijn hier neergezet. Voice en video wordt steeds belangrijker eigenlijk in bedrijven. Um, we hebben steeds meer mensen die vanuit huis werken of vanuit andere locaties die via VoIP, uh, Voice over IP, uh, dan wel via video met elkaar communiceren. Uh, VoIP is een manier waarin analoge signalen omgezet worden in digitale IP-packets. Dus het gaat bijvoorbeeld ook over een VoIP-telefoon. De router die verstuurt dus die pakketjes en dat wordt dan uiteindelijk weer omgezet in Voice. Een IP-telefoon uh, zorgt dus voor die omslag van voice-to-IP conversion en op, aan de andere kant de IP to voice conversion. Dat doet de router niet, want ze gebruiken een dedicated server voor call control en signaling. Dan heb je nog real-time applications. En netwerken moeten dat echt wel aankunnen tegenwoordig. Je hebt bijvoorbeeld over de real-time transfer protocol en de real-time transfer control protocol. En dan zie je dus dat mensen kunnen collaboreren in een omgeving als dit, waar we verschillende schermen hebben staan en mensen kunnen communiceren vanaf de andere kant. Houd er rekening mee dat je netwerk gaat groeien. In een ideale situatie heb je genoeg tijd om een. Netwerk te laten groeien in een bepaalde lijn en dat het ook meegaat met het bedrijf. Soms gaat dat allemaal wat sneller, soms gaat dat wat langzamer. Zorg er in ieder geval voor dat je netwerkdocumentatie goed op orde is. Uh, je hebt een goede device inventory. Budget is natuurlijk heel belangrijk. Uh, hou ook bij wat je uitgeeft. En daarnaast ook traffic analysis. Hou bij wat je netwerk doet, zowel in drukke tijden als in minder drukke tijden. Ga vooral uit ook van een soort van baseline waarin je zegt van oké, okay, dit is normaal aantal gebruikers wat op het netwerk zit en hiermee loopt het goed. Om even wat dieper in te gaan op analyseren, het analyseren van het netwerkverkeer. We kunnen bijvoorbeeld met een protocol analyzer uh, kijken hoe, welke protocollen er lopen en uh, wat de piektijden zijn en nou ja, hoe het netwerk daarin loopt. We kunnen verschillende uh, netwerkmomenten capturen om eigenlijk te kijken van goh, wat speelt er nu op welk moment op het netwerk. Dat doen we niet alleen maar met protocols, dat kunnen we ook doen met netwerkgebruik van users. En niet alleen de, de netwerkgebruik, maar ook uh, bijvoorbeeld CPU utilization, drive utilization, RAM. Nou ja, wat doet zo'n gebruiker allemaal op het netwerk en wat heeft hij eigenlijk nodig? En daarvoor maken we ook bepaalde snapshots wel. En het capturen en het maken van snapshot is niet om daadwerkelijk te kijken wat de gebruiker doet en of hij bijvoorbeeld zijn werk wel doet, maar puur ook om te kijken van goh, kan deze gebruiker met de huidige situatie, met het huidige netwerk, doen wat hij moet kunnen doen. Met andere woorden, voldoet het netwerk. En daar kun je op in gaan spelen. Een hot topic binnen de IT en binnen heel veel werelden tegenwoordig is wel network security. Daar gaan we in dit hoofdstuk even kort op in. Er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden, zoveel configuraties, programma's, hackers, noem maar op. Maar in dit hoofdstuk tikken we het eigenlijk even aan, zodat je een beetje weet wat er speelt. We hebben namelijk te maken met verschillende types of threats. We hebben bijvoorbeeld de information theft waarbij informatie uh, gestolen wordt, wat het eigenlijk letterlijk aangeeft. We hebben data loss and manipulation, mensen die bewust data verwijderen of, of manipuleren. Uh, identity theft, nou, identiteitsfraude eigenlijk, dat je, dat je identiteit gestolen wordt. En een disruption of service, page not found, of de welbekende DOS-attacks. En die worden hier ook nog even weer kort toegelicht. We beginnen bij het begin. Kijken we natuurlijk naar de physical security. Zorg er bijvoorbeeld voor dat niemand je serverruimte inkomt. Sterker nog, het begint eigenlijk al met het pand en het hek daaromheen. Dat heeft misschien iets minder met ICT te maken, maar het heeft wel te maken met de security voor jouw netwerk uiteindelijk. Zo zie je bijvoorbeeld hier, dit is dan de computer room floor plan, en dit is waarschijnlijk de serverruimte met een airconditioning en een UPS. Een UPS is voor mocht de stroom uitvallen dat deze het overpakt op batterij, uh, de service wand, lan en dan hebben we hier een mooie card reader dat niet iedereen zomaar die service ruimte binnen kan lopen. Hier staat zelfs nog een helpdesk waar mensen zicht hebben op de deur naar de server. Doe de deur gewoon dicht, uh, zorg ervoor dat er een airconditioning is, ook een belangrijk onderdeel voor physical security, want uh, too hot or too cold. Uh, electrical threats, daarvoor hebben we dus een UPS, maar hou ook rekening met maintenance threats. Dus je moet goed omgaan met Electrical components, zorg ervoor dat je niet statisch geladen bent en al dat soort dingen. Poor labeling geven ze er ook nog bij aan. Met andere woorden, bij fysieke security moet je met heel veel dingen wel rekening houden. En dan geven ze hier een aantal vulnerabilities aan. En een vulnerability is het level van kwetsbaarheid in je netwerk, waar alle, voor alle devices, routers, switches, desktops. En hoe kwetsbaar is jouw netwerk? En over het algemeen zijn servers en desktops een doelwit van een tech. En daar zijn drie voornamelijke vulnerabilities, uh, bijvoorbeeld technological en dat ga, daar gaat het echt om insecure protocols, operating system en network equipment weaknesses. We hebben configuration, als unsecured user accounts bijvoorbeeld, uh, system accounts die accessible zijn, misconfigured network equipment, al dat soort dingen. Of en dan heb je de security policy en dat gaat meer op papier. De lack of a written security policy, er is geen security policy of het is gewoon ontzettend slecht geschreven. Om maar even naar een soort network attack te gaan, malware. En malware is short for malicious software. En het is gewoon ontwikkeld om damage aan te richten. Uh, disrupt, steal or inflict damage on data, host or networks. Om dingen kapot te maken, offline te halen, noem maar op. En daarbij kennen we drie verschillende soorten, virussen. En een virus is een type of malware, vaak een executable file. En dat wordt eigenlijk door middel van een... Kopie van zichzelf in een bepaald systeem geïnjecteerd en dat is een deel van een ander programma en dat verspreidt zich op die manier van computer naar computer. Worms zijn eigenlijk hetzelfde als virussen, alleen hebben ze geen hostprogramma nodig. Een worm bijt zich gewoon vast op een computer en kan vrij eenvoudig door het netwerk heen wormen. Een worm kruipt veel door de grond en zo doet hij dat ook door netwerksystemen. Dan hebben we nog een Trojan horse. Een Trojan horse is echt ook vergelijkbaar met dat Trojaanse paard wat op een gegeven moment de stad binnenkwam. Uh, wat een hartstikke mooi cadeau leek van, oh, dit, is, dit ziet er heel mooi uit en laten we dat binnen nemen en vervolgens blijkt het een val te zijn. En wat een Trojan horse doet is dat ze voornamelijk backdoors creëren. Er wordt iets op je computer geconfigureerd waardoor hackers op jouw systeem kunnen inloggen en dan bijvoorbeeld ook je camera aan kunnen zetten en dergelijke. Reconnaissance attacks, dat zijn attacks waarbij we vooral informatie gaan zoeken. Het ligt op de grens van is het illegaal of niet, of is het uh, strafbaar of niet. Want bijvoorbeeld, een ns lookup of een WHOIS mogen wij gewoon doen. Daar kunnen we informatie halen van een bedrijf of een netwerk, een website. Uh, op het moment dat we programma's als bijvoorbeeld Nmap gaan gebruiken, dan wordt het misschien wat anders. Want daar gaan we alle poorten checken. Wat staat er open en kunnen we daar eventueel wat mee doen? We doen er nog niks mee. We gaan alleen maar zoeken. We gaan informatie verzamelen. Hier geven ze ook aan: attack, access attacks en denial of service. Die komen in de volgende sheets. Uh, het eerste wat een hacker doet, of wat een security officer zou moeten doen, is een reconnaissance attack uitvoeren. En dat is gewoon: hoe bereikbaar ben ik? Hoe open is mijn systeem? En ga dat analyseren. Op welke manier zou ik eventueel binnen kunnen komen? Dan hebben we access attacks. En op het moment dat we weten hoe we binnen kunnen komen, gaan we een access attack uitvoeren. En dat kan op verschillende manieren. We kunnen bijvoorbeeld uh, via social engineering. Uh, dat is ook een vorm van reconnaissance social engineering. Ga ik bijvoorbeeld met iemand praten, vraag ik naar zijn huisdieren, kinderen. En die noemt hij. En vervolgens kan ik misschien een paswoord achterhalen. Nou. Dat is nog in de reconnaissance fase. Op het moment dat ik ga inloggen met zo'n password, dan ben ik bezig met een access attack. Eigenlijk wel logisch, want access toegang tot. Uh, dan hebben we bijvoorbeeld ook nog een trust exploitation, waarbij een, een, een aanvaller toegang kan krijgen tot het systeem door een trust relation te misbruiken. Port redirection hebben we nog. En dat installeert eigenlijk een stukje software, waardoor het lijkt alsof de host van een andere poort komt. En misschien is een bepaalde poort niet open, maar ik doe gewoon voor alsof ik een andere poort ben en dan mag ik wel binnenkomen. En we hebben een man-in-the-middle attack, waardoor we eigenlijk tussen de victim en de server bijvoorbeeld gaan zitten. Wij doen ons voor voor de gebruiker alsof wij de webserver zijn. En voor de webserver zijn wij bijvoorbeeld de gebruiker. En hier tussen kunnen wij alle informatie lezen en stiekem misschien wat dingetjes doen. Dan hebben we een denial of service-attack en dat ken je vast wel. Neem bijvoorbeeld even een PlayStation-netwerk in je hoofd die een tijdje downgelegen heeft uh, door ook de verschillende DDoS-aanvallen. DDoS en DOS is verschillend. Denial of server is gewoon een denial of server-attack en dan heb je ook nog een distributed denial of server-attack en dat is om een wat groter uh, geheel. Distributed is het en dan hebben ze echt verschillende systemen. Over heel veel verschillende plaatsen die echt een distributed attack doen. Uh, met een DOS attack kunnen we een ping of death sturen. Dus we sturen gewoon heel veel verschillende ping packets. En waarschijnlijk ook wel van verschillende computers, zoals je hier ziet. En we hebben een client, een attacker, die verschillende handlers heeft. En die handlers hebben allemaal weer zombie agents. Dat zijn geïnfecteerde computers die, zonder dat ze het eigenlijk weten... Nou ja, die computers weten het wel, maar de gebruikers niet. Uh, verschillende IP-pakketjes versturen... Uh, dat zou je ook door middel van een SIN-vloed kunnen doen. En wat we gezien hebben bij TCP, IP, de 3-way handshake. En dan worden er gewoon heel veel SIN-pakketjes naar een website gestuurd. Of een webserver gestuurd. Met als gevolg dat deze machine onderuit gaat. En dat is ook het doel van een DOS-attack. Net ook al even aangegeven: DDOS. Een attacker uses many intermediate hosts called zombies. Dus dit is echt een DDOS-aanval. En dan heb je ook nog een smurf-attack. En een smurf attack. An ICMP-based attack, where an attacker broadcasts a large number of ICMP packages using the victim's source IP adres. Dus we gebruiken de victim's source IP adres om een groot aantal ICMP packages te gebruiken. Um, the zombie host reply to the target victim in an attempt to overwhelm the one. En dus dan gaat het eigenlijk net andersom. We gebruiken de source IP adres, dus niet destination, maar de source IP adres en de victim. En die zombie hosts die reageren daar weer op. Met als gevolg dat het netwerk ook plat gaat. Wat moeten we doen? Backuppen, upgraden, patchen en updaten. Blijf up-to-date, installeer de laatste uh, antivirus-updates en hou dat vooral ook bij. Om een beetje organisatie in je netwerk of in je organisatie te krijgen organisatie in je organisatie, dat is wel mooi uh, hebben ze drie begrippen aangemerkt als zijnde: hier moet je rekening mee houden. Dit is iets wat van belang is. And dat heeft te maken met authentication, authorization en accounting. En dat is een framework to set up access control on a network device. AEA is used to control. En dat dus wordt gebruikt om te kijken wie toegang heeft tot een bepaald netwerk, wat ze kunnen doen en wat ze gedaan hebben. En dus, authentication. Wie ben je? En ben je wel daadwerkelijk degene wie je zegt dat je bent? Authorization. Kan je dit ook? Heb je recht op een bepaalde map? Mag je dit uitgeven? En accounting, wat heb je eigenlijk uitgegeven en wat heb je gedaan op het netwerk? Firewalls is een ander belangrijk onderdeel van je netwerk. De most effective security tools. Firewall kan je eigenlijk letterlijk zien als een grote muur met allemaal stenen erin. En jij bepaalt welke steen je eruit haalt om het verkeer door te laten. En die stenen, dat kunnen bijvoorbeeld poortnummers zijn die je openzet. Dan heb je het bijvoorbeeld over application filtering. Uh, Prevent of allow access by specific application type based on port numbers. Maar je zou het ook kunnen hebben over packet filtering. Waardoor je bepaalde IP of MAC adressen wel of niet doorlaat. URL filtering, wat mag wel of niet benaderd worden. Uh, dan heb je nog een stateful packet inspection. En dat is even uit mijn hoofd dat incoming packages van externe host eigenlijk vanuit een interne computer gestuurd moeten zijn. Ja, dus It must originate from the inside network unless specif specifically permitted. Dus een, een systeem inside het netwerk heeft een bericht naar buiten gestuurd. En vanuit die kant mag het ook weer terugkomen. Dan hebben we endpoint security. Nou, dat heeft te maken met wat antivirusprogramma's. Policies kunnen ook goed gezet worden op end devices. Hou er wel rekening mee dat hoe, hoe strakker je die security zet, hoeveel te lastiger het wordt voor een medewerker om ook zijn werk te doen. Maar hoeveel te open je het zet, hoeveel te onveiliger het netwerk ook kan worden. Een aantal tips voor het beveiligen van je systeem. En dat zijn we eigenlijk al eerder bij langs gegaan. Ook zorg gewoon voor dat usernames en passwords goed ingesteld zijn. Uh, access to the system should be restricted. And unnecessary services should be disabled. Dat hebben we in eerdere hoofdstukken ook al besproken. Denk aan een goed wachtwoord. De weak passwords en strong passwords. En uh, Ik zal in het geval. Use passphrases when possible. Dit zou eigenlijk wel hoger op mogen zijn, want dit is een van de meest veilige manieren van wachtwoorden. Want ze zeggen hier: strong password. Why is it strong? Ik vind dit helemaal geen strong password, omdat je dit never nooit kan onthouden, waardoor er briefjes op desktops komen en dat is gewoon niet handig. Het, het zal misschien een super strong wachtwoord zijn, niet makkelijk te kraken, maar als jij dit moet gaan onthouden en dan voor allerlei verschillende services, dat gaat hem gewoon niet worden. Wachtwoorden op je router of switch. Je zou eventueel dit commando nog kunnen gebruiken als extra beveiliging. Dat blokkeert het inloggen voor 120 seconden als je meer dan of als je drie keer een field login in hebt in 60 seconden. En natuurlijk service password encryption is een belangrijk om in te stellen. Enable SSH, dat gaan we in CCN2 doen. We hebben het nu wel al beveiligd met een password, maar het is ook handig om daar. Dat ook te configureren omdat dit gewoon veel veiliger is dan Telnet. Met Telnet en SSH kun je op afstand inloggen op je router en Switch. Telnet gaat in plain tekst en SSH is encrypted dus altijd veiliger. The basic Network Performance. Om je netwerk een beetje te kunnen checken, gebruik je het ping commando. Je kunt niet alleen maar checken of een device ook online is. Je kan ook checken hoe snel iets reageert, dus ook zou je prima een baseline van je netwerk kunnen maken op basis van Pings. We hebben ook een Extended Ping waarbij je nog wat meer informatie in kan vullen. Nou, lees het even rustig door, ik ga ze nu niet allemaal bij langs. Wat ik zo net zei, je kan een network baseline maken. Sla je ping op en ga het over een tijdje weer bekijken. Is het nog hetzelfde? Is het anders? Zo ja, wat is er anders? Wat moet er veranderd worden in dat geval? En een baseline doe je trouwens various times over a period of time... En een echte baseline kan je het beste doen op het moment dat je netwerk gewoon in productie is. Dus niet tijdens piekbelasting of op het moment dat het heel erg rustig is, maar gewoon een regular workday bijvoorbeeld. Met trace kan je zien hoe het verkeer loopt. Langs welke routers bijvoorbeeld bepaalde pakketjes lopen. Je hebt ook nog een extended trace route. Nou, ga er gewoon even mee testen, zou ik zeggen. Verschillende showcommands die we kunnen gebruiken om ons netwerk ook te checken weer. IP-config vertelt ons alle details van onze IP-configuratie, type slash all om nog meer te kunnen zien, waaronder ook het MAC-adres en IP-config slash display DNS om alle cache DNS-entries te kunnen zien. Dan kun je ook je ARP-tabel zien, arp -a, en met arp -d verwijder je de inhoud van de ARP-tabel. Show CDP neighbors die hebben we nog niet gehad. De Cisco Discovery Protocol dat is een Cisco-tool. Protocol dat eigenlijk op elke Cisco router op laag 2 runt. En daarmee kunnen routers elkaar vinden en elkaars informatie uitwisselen. Uh, CDP staat automatisch aan. Uh, is wel een security issue, want als iemand van buitenaf uh, binnen zou kunnen komen, dan kan hij ook alle neighbor details zien. En dat is over het algemeen niet heel handig. Uh, voor een administrator is het wel handig ook, want je kan gewoon alle informatie over de neighbors zien. Dan heb je Show IP Interface Brief. Dat geeft eigenlijk de status van alle interfaces. En dus of die up is, of die down is, uh, wat het IP-adres is wat erbij hoort, of alles oké okay is. De debug command uh, kan je aanzetten voor verschillende opties. Dus als je gewoon een debug zet, gaat hij alles debuggen. Dan krijg je zoveel informatie dat je niet eens meer iets kan intypen op je router. Dus um, een tip is om wel echt een subfeature aan te geven. Nou, met debug en dan vraagteken krijg je daar verschillende opties voor. En met het commando... Terminal monitor, op de terminal zet je logmessage aan op een terminal of een virtual console. Als we dat allemaal geanalyseerd hebben, dan kunnen we natuurlijk ook een stukje network troubleshooting doen. Er zijn verschillende manieren voor, hier geven ze dat aan in zes stappen. En we gaan het probleem identificeren, we gaan kijken wat er aan de hand is, we gaan dat testen en vervolgens gaan we een plan maken om het aan te passen. Dat gaan we verifiëren, uiteindelijk gaan we het ook documenteren. En dat documenteren is ook wel belangrijk, zodat je weet van mocht het de volgende keer weer voorkomen, weet je hoe je het kan oplossen. Het is bijvoorbeeld ook een manier om gewoon het osi model te gebruiken. Begin onderaan bij de physical layer. Iemand heeft een probleem, uh, ligt het misschien naar de kabels en, en werk langzamerhand naar boven, naar de applicatielaag. Ga je het zelf oplossen of ga je het escaleren? Dat heeft een beetje te maken met het bedrijf waarvoor je werkt. Je hebt zogenaamde Skilled Service Desk en Skilled Service Desks. Die kunnen heel veel dingen wel zelf oplossen, mogen heel veel dingen zelf oplossen. Uh, unskilled helpdesks sturen sneller dingen door naar de tweede lijn. Hier zie je nog even weer een aantal commandos ping trace route en show IP interface brief om wat te kunnen troubleshooten. Hier noemen ze nog een mogelijke storing die op kan treden. We hebben tegenwoordig veel duplex operations. Uh, mocht de ene op half duplex staan en de andere op full duplex, dan kunnen daar uh, problemen mee ontstaan. Ze moeten of allebei op half of allebei op vol. En hier zeggen ze ook nog: Ethernet Auto Negotiation was designed to help with this configuration, but could lead to problems if one side is set to auto and the other is not. En dus auto Negotiation is er tegenwoordig, maar dat moet wel beide aanstaan. En wat ik al zei, als er een duplex mismatch is, dan gaat het mis. Veel andere issues: IP addressing issues on iOS devices. Je hebt bijvoorbeeld de interface verkeerd geconfigureerd, een IP-adres even omgedraaid. Allemaal dingen die voor kunnen komen. Uh, het zou ook nog het DSP kunnen zijn dat een bepaald systeem niet een juist IP-adres van een DSP-server krijgt. En de tip daarvan is: begin eigenlijk altijd bij de computer zelf. Uh, ik kan niet pingen naar deze kant. Begin bij de computer zelf. Vervolgens ga je naar de gateway van de router. Dan ga je voorbij de gateway van de router. En dan ga je pas het andere netwerk in. IP-addressing issues on end devices. Uh, Gebruik IP-config, gebruik ping, wat ik net ook al zei, naar de gateway, naar je eigen apparaat. Uh, wat je ook zou kunnen doen is ping 127.00.1. Dan ping je naar je localhost, kijk je of de software op je netwerkkaart goed geconfigureerd is. Zie je een APIPA-adres of iets in de range van 169, dan weet je dat een computer of een device geen contact kan krijgen met een DSP-server. Een DSP-server deelt IP-adressen uit. Dus zie je dit. Apparaat, dan gaat daar iets mis mee. En dan kun je weer IP-config gebruiken, kun je weer ping gebruiken om uiteindelijk achter te komen waar het precies misgaat. Kijk vooral ook even goed of de default gateway op een computer geïnstalleerd staat of geconfigureerd staat. De default gateway voor deze computer 10010 10 zal 1001 10 zijn. Dus dit is de default gateway voor deze computer. Als die niet geconfigureerd is, dan kunnen ze niet het netwerk uit. IP-config slash all to obtain the DNS server. DNS server zie je hier. Uh, op het moment dat je wel kan pingen, maar je kan niet pingen op naam, dan is er iets met DNS aan de hand. En dus probeer altijd eerst even te pingen op IP-adres. Gaat dat goed? Ping op naam. Gaat het niet goed? Dan weet je dat waarschijnlijk of een DNS-server niet goed functioneert of dat de DNS-server niet ingesteld staat. In dit hoofdstuk hebben we heel veel aan bod gehad. Allerlei verschillende onderwerpen. Ik heb het gevoel dat het van de ene slide naar de andere slide gaat. Maar we zijn wel echt in de basis gebleven. We hebben in ieder geval gekeken naar hoe we een netwerk kunnen opbouwen. En uh, waar we rekening mee moeten houden. We hebben even kort gekeken naar security en ook hoe we kunnen troubleshooten en wat voor commando's en tools we daarvoor kunnen gebruiken. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van de Cisco module Introduction to Networks. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Heb je er wat aan gehad? Uh, subscribe dan even op mijn kanaal en like de video's, dat helpt mij enorm. De tweede module zit in de planning. Uh, zo gauw die online komt, dan zie je ze wel verschijnen. En dat is ook de reden waarom je moet subscriben. Nogmaals bedankt voor het kijken. En voor de reacties die ik gehad heb op mijn video. Superleuk. En uh, tot de volgende keer.